Ja, vrienden, daar staat hij. Ja, dat is hem. De nieuwe bakplaat. Ja, en jullie vroegen je natuurlijk af van ja, hoe gaat dat dan in zijn werk allemaal? Nou, hier let op. Ik ben bezig al met de voorbereidingen. Hè? Ja, dus daar komen allemaal lekkere dingen op. Hier, de champignons, die heb ik al klaar. Hier komt dus de paprika. Kijk, die ben ik aan het snijden. Dan komen hier zo, die ga ik zo ook nog snijden. De asperges, ja, die komen er ook bij. Uitje ga ik ook zo snijden. Ja, en dan gaan we, maar dat doen we heel vaak. En dan gaat Jut daar zitten, stoeltje is nog leeg. Kijk, en dat kan kloppen, want Jut, die neemt dit op. En die gaat daar zitten. En dan gaan we hier lekker zo een beetje zitten keuvelen. Glaasje wijn erbij. Ja, en dan gaan we bakken. Oh, kijk eens eventjes. Er komt nu al, ik zie nu al, ja, hij is al warm genoeg hoor. Kijk, dan gooi je er een beetje olijfolie op. Kijk, dat hoeft natuurlijk niet zo heel veel op zo'n plaatje. En dan doe ik meestal dit, hè. Kijk. Oh, daar gaan we al. Kijk. Pitter is eigenlijk een beetje te veel olie, maar goed. Pitter is pitter. Zo, lekker een beetje van die asperges. En dan doe ik een beetje, hup, uitje erbij. Zo, een paar uitjes erbij. Beetje paprika. Heerlijk, heerlijk. Paprika. Dan een paar champignonnetjes erbij. Kijk, in het kader van hoe gezond willen we het hebben. Ja. En dan ga je daar een beetje zo hussel de hussel doen. En dan gaat een beetje zout op, vrienden. Ja, heerlijk. Intussen gezellig babbelen natuurlijk. Even een glaasje wijn zo. Ping, doe je dan even zo. En babbel de babbel. Oh, het is zo lekker zo'n bakplaatje. Kijk, ga er een beetje zout op. En daarna een beetje peper erbij. En dit hele handeltje, laat je gewoon lekker gaan. Een paar minuutjes, 4, 5 minuten. Maar ha, hey, luister. Je zit er gewoon lekker zelf bij, hè. Dus je kan het gewoon ook even af en toe controleren, even proeven. En dan laat je dat lekker gaan. Kijk. Haha. Ja. Ja, vrienden, jullie zien het, hè. Wat een gezondheid. Ja, heerlijk. En hier, ik heb al een stukje kip erop gelegd. Ja, normaal doen we ook nog een stukje steak erbij. Een stukje gehakt. Dat gaat er allemaal op. En ja, en heerlijk. En dan met die gezondheid die we hier op tafel hebben. Ja, je kan ook gewoon alleen maar sla nemen. En dan doe je er lekker garnalen op. En lekker vis erop, kabeljauw, noem maar op. Dat kan je allemaal doen met het bakplaatje. Het is zo lekker, weet je wel. Je maakt helemaal je eigen maaltijd. Kan er nog een eitje op doen, ook als je zin hebt. Ja, paf, hup, eitje erop, eitje bakken. Kan het je schelen. Alles is mogelijk. Ananas, hier ligt er nu ook op. Ja, wij gaan lekker bakplaten. Hey, en ga dat ook van de zomer doen. Jongens, veel plezier.